Amerika is wel wat gewend met schietpartijen, maar deze aanval op homo-nachtclub Puls maakt zeer grote indruk. Het is meteen ook een van de grootste terroristische aanslagen op Amerikaanse bodem, met 50 doden en meer dan 50 gewonden. Langzaam komen er steeds meer details los. De dader, zijn naam is Omar Sadiki Mateen. Hij is 29 jaar oud en heeft Afghaanse ouders en woonde in Miami. En volgens zijn vader zou hij zijn doorgeslagen nadat hij twee mannen had zien zoenen. De politie liet eerder al weten rekening te houden met een aanslag met radicaal islamitische motieven. De aanslag werd gepleegd tijdens de Ramadan. En terreurbeweging IS had eerder al zijn volgelingen opgeroepen aanslagen te plegen op westerse doelen tijdens de vaste maand. De homobeweging in Amerika is natuurlijk ook in grote shock. En president Obama heeft meteen al overleg gehad met zijn anti-terreur-experts op het Witte Huis. En de beveiligingen van andere evenementen voor homoseksuelen zullen de komende dagen ongetwijfeld extra worden opgeschroefd. En de aanvallen zullen ongetwijfeld ook voer zijn voor de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Hij zei eerder al dat de grenzen tijdelijk dicht moeten voor alle moslims. En zijn tegenstanders stellen nu dat juist door dat soort boodschappen de haat en de onverdraagzaamheid groter is geworden in Amerika.